met 4 stagiairs van STVV zijn deze week aan de slag gegaan met Binky naar aanleiding van deze topper STVV Eupen. Met het doel zoveel mogelijk supporters naar de hel van Staaien te lokken. Begin van de wedstrijd, als je opkomt en de manier hoe wij worden ontvangen hier, dat is ongelooflijk. Ik denk dat het voor elke speler een eer moet zijn om voor zoveel publiek te spelen. En dat je die wedstrijd nog wint, dat is fantastisch. Ja, super, super gevoel. Echt topstadion, topsfeer vandaag. Ze hebben ons echt geholpen. Want we hebben het moeilijk gehad ook. De laatste 10 minuten eerst eerst, een beetje aan het laatste van de wedstrijd. Maar voilà, het publiek is daarvoor daar. En ik ben blij. Binky is onder andere naar school geweest waar hij de wiskundeles overnam. Hij is verder ook langs geweest bij bedrijven. Hij is op Radio 2 geweest en op TVL. We zijn goed gestart. Het is een beetje raar dat hij dat zegt, want we hebben toch 2 grote kansen weggegeven in de 5 eerste minuten, denk ik. Maar heel hoog druk gezet. Iedereen heeft heel hard en veel gelopen, vooral in de open kwartier. Toch een paar keer een paar kansen gehad ook. Geen super grote open kansen, maar toch gevaarlijk geweest. En dan hebben we die verschillende momenten goed kunnen alterneren. Soms was het te hoog druk zetten, soms was het lager op ons helft verdedigen. En dat hebben wij heel goed gedaan vandaag. De spelers hebben zoveel gelopen, zoveel gaten dichtgelopen. En de blok stond echt compact en het was moeilijk, denk ik, voor Eupen om een opening te vinden. Het was een heel belangrijke match. Heel veel supporters, heel veel sfeer in het stadion. En ja, natuurlijk, als je dan de 1-0 kunt maken en 1-0 winnen, is dat natuurlijk een enorme ontlading. Iets waar je alleen maar van kunt dromen. Yeah!